Transitioning to Digital Region Opportunities and Challenges is voor 2019 het thema van de 35e jaarvergadering en mini-expo georganiseerd door de Kanto, de organisatie van Caribische telecomorganisaties. Het Guyana Marriott Hotel in Georgetown is van 27 tot en met 30 januari de plek waar lidlanden en hun ICT-telecomproviders om de tafel zitten en waar nodig tot gezamenlijke besluiten komen. Dit alles in het belang van deze sector. TeleSUR treedt op als gold sponsor van deze jaarvergadering, waar ook Suriname aan deelneemt. OWTNC-minister Patrick Pengel vertoeft er samen met een TeleSUR-afvaardiging onder leiding van directeur Mike Antonius. Ook de Telecomcommunicatieautoriteit Suriname TAS, de ICT-associatie en DataSUR maken deel uit van de Surinaamse vertegenwoordiging. Op de jaarvergadering komen bij elkaar ter bespreking van maatschappelijk verantwoord ondernemen, marketing- en communicatieaspecten, disaster risk management en veel meer. Minister Pengel gaf in zijn speech een uiteenzetting van de ontwikkelingen die Suriname in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt op telecom- en ICT-gebied. Safe City, welke op 29 december 2018 is opgeleverd, werd daarbij ook genoemd. Antonius is een van de CEO's die vandaag een briefing heeft gegeven. Hierbij zal hij TeleSUR op dusdanig positieve wijze positioneren, waaruit moet blijken waarom het bedrijf een goede partner is. Uiteraard zal ook het TeleSUR Nationaal Breedbaanproject TNBP aan de orde komen.